Ja, de laatste week gaat het lekker met me. Ik heb de laatste 3 wedstrijden gescoord. En heb de laatste 2 wedstrijden gewonnen. Maar het kan altijd nog natuurlijk beter. Maar dat zegt wat over de gemoedstoestand van een spits. Als hij scoort, gaat het goed met hem. Klopt, een spits wordt afgerekend op zijn doelpunten. Maar hier wordt je ook, wordt er ook gelet op je spel. Je moet een aanspannpunt zijn. En uit nood moeten ze ook je kunnen gebruiken. Maar tot nu toe gaat het goed. Voetballende aspect kan wel veel beter, vind ik. En daar zijn we goed mee bezig. Wat bedoel je met veel beter? Dat je balvaster wordt, dat er meer mensen bij kunnen sluiten ofzo? Klopt, meer balvaster. De derde man zoeken mensen eronder. En ja, dat soort dingen. Ben je iemand die van nature eerder wegloopt, van de bal af en ruimte zoekt ofzo? Ja, meestal wil ik wel in de ruimte lopen. Maar hier heb ik het wel aangeleerd om in de bal te komen en mijn man achter me te houden. En ik vind dat het steeds beter gaat. Dat is best belangrijk. Zeker belangrijk, want als er geen optie is, moet ik als nood fungeren. En ja, dat is heel belangrijk hier bij Dordrecht, want we spelen 1-op-1. En als ik de bal goed kan vasthouden, kunnen er mensen eronder komen, zodat we makkelijker kunnen voetballen. Nu is het niet altijd geweldig gegaan dit seizoen, hè? Nu zijn jullie weer een beetje erbovenop, winnen van Jong PSV van Almere. Hoe kan het nou dat het in het begin niet zo geweldig ging? Klopt, helemaal in het begin was ik er niet bij. Ik ben pas later in het seizoen ingestroomd. We hebben een nieuwe trainer. Harry van der Ram natuurlijk, en die heeft alles op een rijtje gezet. Ik weet niet hoe de andere trainer te werk ging, maar onderhand van Harry van der Ram ging het wel goed. Goede systeem. Hij werd hard getraind, hij zat er kort op met de staf en ja, nu gaat het wel beter. En we hopen de lijn door te zetten. Maar werd er dan niet hard getraind ervoor? Dat lijkt me toch ook sterk? Ik was hiervoor niet bij, ik heb Jan Eversen niet meegemaakt. Maar onder Harry van der Ram wordt er wel hard getraind en tegenaan gegaan. Nou, wat ik hoor over FC Dordrecht dit seizoen, is dat jullie toch behoorlijk wat kansen creëren. En jij scoort ook 8 keer al, dat is lekker. Klopt, ik heb 8 keer gescoord. Maar dat had wel meer moeten zijn, want we creëren heel veel kansen. En met name ik mis er ook genoeg. Ja, dat zeg je. Je zegt het met een glimlach, maar ook van, dat je er eigenlijk wel flink van baalt. Dat is ook logisch, want dat is precies wat ik hoor. Veel kansen, maar er moet ook nog veel meer in. Klopt, ik baal er enorm van, want ik ben een spits gewoon natuurlijk heel veel doelpunten maken. Ik zit nu op 8 en dat is veel, maar ik had er zeker wel minimaal 10 kunnen maken. Nu dan die wedstrijd tegen Sparta, hè? De nummer 1, verrast het je nog dat ze het zo goed doen daar? Nee, het verrast me niet. Ze zijn sterk aan het seizoen begonnen. En nu staan ze lekker bovenaan met volgens mij 5 punten los. En ze hebben een goede selectie, stugge verdedigers, voorin zijn ze heel goed. En morgen moeten we ze stoppen. Maar puur op basis van kwaliteit van selectie. Hè? Ik zeg niet dat ik de beste ken alle tijden ben. Maar NAC, Go Ahead, er zijn toch teams die hebben misschien wel betere spelers dan Sparta? Klopt. NAC en Go Ahead zijn ook goede teams. Ze hebben ook een grote selectie. Maar Sparta is heel constant. Ze winnen ook in slechte wedstrijden die ze slecht spelen. En ja, dat heb je nodig om je punten mee te nemen. Misschien precies wat Dordrecht ook moet gaan leren. Klopt, Dordrecht kan er goed naar kijken. Want we hebben heel goede wedstrijden die we niet meeslepen. En daar hebben we wel veel van gehad. En ik hoop dat we daar volwassener in worden. Dan spreek ik ook jouw collega, de heer Matthew Steenvoorde. Maar die zegt wel meteen, ja, leuk en aardig dat ze bovenaan staan. Maar ik wil een overwinning en niets meer en niets minder. Klopt, natuurlijk in het voetballen wil je altijd winnen. En vooral zo'n wedstrijd tegen Sparta. Is een andere wedstrijd dan normaal. Want 2 jaar geleden, toen ik er niet bij was, in de play-offs, had Dordrecht ze eruit geknikkerd. En ik denk dat ze wel gebrand zijn tegen ons. Ja, het kan wel raar lopen, hè? Toen jullie de absolute favoriet ook gewoon waargemaakt en echt een stuk sterker dan Sparta. En nu in één keer zijn de koploper, zijn jullie de nummer 8. Het gaat heel snel in het voetbal. Klopt, in het voetbal kan het heel snel gaan, zo zie je maar. Ene keer ben je het held, ene keer ben je Slimiel. Maar ja, in voetbal is het altijd vervelend als je maar stappen naar beneden maken in plaats van naar boven. En ik denk dat we tegen Sparta stappen mogen kunnen maken. Nou, jij persoonlijk, jij begon contractloos, contract getekend, nu 8 goals. Dat is stappen omhoog maken, toch? Klopt, ik ben er een voorbeeld van. Ik begon hier contractloos. En ik begon als tweede keus en ik heb in de basis gewerkt. En tot nu toe heb ik 8 goals gemaakt en het gaat wel lekker.